Huh, dit is helemaal geen truffels. Woe! Hoi en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik echt een super leuke video voor jullie waar ik zelf al heel erg lang naar heb uitgekeken. Wat ik altijd ontzettend leuk vind aan de feestdagen is als je bij een baas werkt en dat je altijd richting het einde van het jaar een kerstpakket mee naar huis toe krijgt. Ik heb echt heel vaak al een kerstpakket gehad. Ik heb namelijk voor verschillende bazen gewerkt. En die verschilden echt tot een box met eten of een mandje met wijn en kaasdingetjes. En dat vond ik echt altijd super leuk. Het hoeft helemaal niet groot te zijn, maar het is gewoon een heel leuk gebaar dat je iets krijgt voor wat je het afgelopen jaar allemaal hebt gedaan. Nu ben ik eigen baas, dus krijg ik helaas geen kerstpakket meer, tenzij ik die voor mezelf heb gekocht. Ik heb een behoorlijke tijd terug heb ik een kerstpakket voor mezelf gekocht en ik heb geen idee wat hierin zit. En dit meen ik oprecht, want ik heb gewoon een doos gekocht en ik wist dat dit een kerstpakket was en ik dacht, weet je, ik ga deze gewoon kopen en dan ga ik deze unboxen met jullie en ik vind het gewoon super tof. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat erin zit. Ik zit deze keer op een andere locatie omdat ik de kerstboom er heel graag bij wil gebruiken. En ik gebruik dit keer mijn studiolamp. Ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. Let me know. Ik vind de kwaliteit zelf wel heel erg mooi. We gaan het niet te lang hebben over die studiolamp, want we gaan natuurlijk het kerstpakket openen. En dit is mijn kerstpakket. Tadaa! Het is echt een flinke doos. Oh, ik kon er al een beetje doorheen kijken. Ik ga hem samen met jullie openmaken en alles wat hierin zit heel grondig met jullie doornemen. Ik pak even een keukenmesje bij, want anders krijg ik hem natuurlijk niet open. Het moment van de waarheid. Wat natuurlijk ook nog zo is, toen ik bij een supermarkt werkte, kreeg ik dus ook altijd zo'n doos en daar zaten dan eten in en zo. Maar dan hoorde je altijd al van collega's die hem al hadden gehad, al enigszins wat erin zat. En nu heb ik dus echt helemaal geen idee wat hierin zit. Dus dat maakt het extra leuk. Dit is zo leuk! Oh mijn god. Oké, het eerste wat ik zie is een servicekaart. Met veel zorg en aandacht hebben wij voor u dit kerstpakket voor u samengesteld en ingepakt. Ondanks onze zorg kan het toch iets niet in orde zijn met een van de artikelen. Mocht dat het geval zijn, dan kunt u contact opnemen. Best wel netjes eigenlijk. Het eerste wat ik eruit haal is chips. Het is biologische chips. Het ziet er een beetje uit als tortilla's, weet je wel, waar je kaas overheen kan doen. Super lekker. Biologische producten zijn duurzaam tot stand gekomen met respect voor mens, dier, natuur of milieu. Super lekker. Ja, tortilla chips staat hier ook onder, dus lekker. Het is echt wel een box met veel eten. Allereerst een cadeaubon. Vakantieparken, waarbij je deze cadeaubon kunt gebruiken. Dus dat is wel super leuk. Ik weet alleen niet of ik hem ga gebruiken, want er zal waarschijnlijk ook wel termijn op zitten. Maar ik heb geen idee, maar in ieder geval wel super leuk dat dat er ook in zit. Het volgende wat ik eruit haal is dit. En dit zijn, jezus, het zijn allemaal een beetje luxe dingetjes heb ik het idee. Dit zijn een soort van bonbons. En hierin zit karamel en espresso. Ik dacht eerst dat er noten in zaten, dus ik was wel even bang. Ik denk, oh, kan ik het niet eten? Maar het is dus notenvrij. Er zit dus echt karamel en espresso in. Met oh, dit voelt ook gewoon als die verpakking van de chocolaatjes. Wat grappig. 16 stuks. Super lekker. Zometeen komen Darcy en Thomas namelijk hierheen. Ik neem dit ook op dezelfde dag als vandaag. Voor mij is het ook zondag vandaag. En dan kan ik deze lekker op tafel zetten. Oh, oh, oh. Het volgende wat ik eruit haal is knapperig geroosterd brood. Dat is zo lekker. Het is echt zo'n heel klein broodje. En dat is dan geroosterd. En vroeger, toen at ik dit altijd met jam. En dat is echt heel erg lekker. Dit is niet echt te vergelijken met echt geroosterd brood. Want dit is zeg maar ook nog eens een keer droog. En niet meer warm. Maar het is echt super yummy. Ik vind het echt een beetje, als ik hierin kijk, dan denk ik echt, het is een beetje echt zo'n luxe eetpakketje. Ik weet dus echt niet waar ik moet beginnen. Want er zit nog best wel veel in, maar ik pak er gewoon nog iets uit. En deze verpakking is een beetje aan het vergaan. Maar goed, dit zijn vanille en chocowafeltjes. En die chocowafeltjes zijn dus ook echt bruin. En het zijn echt typisch Hollandse wafeltjes. Super lekker. Lekker voor bij de thee. En over thee gesproken, zie ik nu ook meteen een doosje thee. En dit is, even kijken, dit is gewoon zwarte thee. Dit is verder geen smaakje. Dit is gewoon een kopje zwarte thee. Maar daar kan je de wafeltjes bij eten. En volgens mij nog veel meer. Want er zit hier nog veel meer in deze doos. Oké, ik pak eerst deze eruit. Dit zijn een soort van bitterkoekjes of zo. Meringue. Ja, ik kan het niet uitspreken. Volgens mij is dit een soort van schuim. Dat is echt super lekker trouwens. Als dit die schuimblokjes zijn. Van die schuimrondjes. Ik weet niet welke smaak dit dan geeft. Oh, er zit ook kokos in. Oh my god. Super lekker. Oh, dit is zo leuk. Ik word hier zo ontzettend blij van. Oké, volgende. Hier word ik ook heel blij van. Dit zijn namelijk
zuurstokjes. Kleine zuurstokjes van kaneelsmaak. En altijd als ik op de kermis ben dan, en ik neem een zuurstok mee, dan kies ik eigenlijk altijd voor kaneel of voor aardbei. Maar ik vind kaneel denk ik zelfs net nog iets lekkerder. Dus hier ben ik heel erg blij mee, want dit is echt mijn favoriete zuurstoksmaak. En dit zijn allemaal je kleintjes, dus die kun je gewoon gezellig op tafel zetten. Of gewoon lekker zelf opsnoepen. Maar dit is echt mega lekker. Oud-Hollands snoepgoed vind ik sowieso super lekker. Even kijken, wat is dit? Biscuitjes. Volgens mij zijn dit een soort van kaas, hoe noem je dat? Kaashapjes, zeg maar hartige kaashapjes. Ik weet niet zo goed het woord daarvoor. Ja, er staan allemaal hele mooie Franse dingen op volgens mij. Oh, er staat ook echt op dat je dit moet opeten. Oh, je moet dit ook even in de oven doen trouwens, 5 minuten. Dus dan zijn warme kaashapjes. Maar er staat ook echt op de verpakking dat je dit moet opeten met een glas wijn. Super komisch. Heel erg lekker. Oh my god. Er zit Old Amsterdam smeerkaas in. Lekker. Ik hou echt van oude kaas. Milan vindt het echt vreselijk, dus die zal dit niet gaan eten. Maar ik vind oude kaas vind ik echt zo ontzettend lekker. Het geeft zo'n krachtige smaak. Ik hou er echt heel erg van. Ik weet alleen niet helemaal hoe dat is in combinatie met smeerkaas. Maar ik ga het zometeen gewoon meteen proberen. Klinkt in ieder geval wel heel lekker. Oh mijn god, wat grappig. Ik wist niet eens dat dat er was eigenlijk. En dan verder hebben we hier een bakje met suikerpinda's. Die zijn altijd lekker. Om verwarring te voorkomen. Ik heb een notenallergie. Maar ik ben vooral allergisch voor walnoten en voor hazelnoten. En ik ben niet allergisch voor pinda's. Waar ik heel erg blij mee ben. Want ik hou echt van pindakaas en van Snickers. En anders kon ik dat allemaal niet meer eten. En deze kan ik dus gewoon nog steeds lekker opeten. Dus ik hou ook echt van suikerpinda's. Ik vind die echt heel erg lekker. En gezouten pinda's vind ik trouwens ook heel lekker. Maar ja, deze zijn wel echt heel lekker. Hier zou mijn broer ook echt, die vindt dat ook heerlijk. Vroeger kocht hij dat ook echt regelmatig voor zichzelf. Even kijken. Dan staat hier, is hier nog een klein doosje. Dit zijn volgens mij truffels. Ik ga hem gewoon openmaken, want ik snap het niet helemaal. Huh, dit is helemaal geen truffels. Woe! Oké, ik heb geen idee wat dit is. Is dit dan truffelmayonaise of snap ik dat nou verkeerd? Ja, het zit ook helemaal verpakt. Oh, hè? Het is paté. What the fuck? Oké, die had ik niet zien aankomen. Oh, nou zie ik het er ook op staan. Ik ben zo fucking dom. Er staat gewoon vet groot op paté. Maar goed, ik hou van paté. En ik denk dat Pip er ook wel heel erg van houdt. Dus misschien kan ik er wel een klein boterhammetje met paté geven. Maar dit is ook echt heel erg lekker. Het is echt, paté is eigenlijk gewoon een soort van smeerleverworst. Alleen dan net iets anders. Maar ik vind het gewoon eigenlijk bijna hetzelfde. Dus lekker voor op brood. Het zijn dus eigenlijk allemaal dingen voor op brood en dingen voor bij de thee en bij de wijn. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik ook altijd de leukste momenten van de dag. Ik vind een ontbijtpakket vind ik echt zo ontzettend leuk. Mariette heeft echt een ontbijtpakket gekregen. Allemaal ontbijtdingetjes, croissantjes en ja, ik weet het allemaal niet. En dat vind ik super leuk. Ik hou ook echt van ontbijt. Oké, dit kan ik volgens mij niet eten. Maar dit is Noga. En daar zitten verschillende soorten noten in. Ik moet even goed op de verpakking kijken. Er staat hier op met pinda's en vruchten. Dus dan zou ik het in principe wel kunnen eten. Ik weet niet wat hier nog meer in zit. Of hier ook misschien hazelnoot tussen zit of wat dan ook. Er zit echt een waslijst aan ingrediënten in. Ik weet dat, dat mijn familie zeg maar, hier wel erg fan van is. Dus ik zou het eventueel ook nog mee kunnen nemen met kerstmis naar mijn vader of naar mijn moeder. Maar het is natuurlijk wel super leuk. Noga. Oké, nou zijn het wat andere dingen. Allereerst deze. Ik heb echt geen idee wat dit is. Oh, dit is zo lekker. Dit is een ja, zo'n echte oude Franse worst. Maar ik dacht serieus dat ze er bakpapier in hadden gedaan. Dus ik denk, hè, waarom geef je me bakpapier? Nee, er zit hier dus echt zo'n hele lekkere worst in. Zo'n chorizo worst, zeg maar. Oh my god, dit is zo lekker. En wat ik nu zie, dat is helemaal geweldig om daarbij te hebben. Dat is dus een fles drank. En volgens mij is dit gewoon witte wijn. Als ik het zo zie, of rode wijn. Nee, volgens mij witte. Witte wijn hebben altijd groene flessen, toch? En rode wijn altijd rode, geloof ik. Daar kan je dus al die lekkere hapjes mee opeten. Wegdrinken. De doos is al bijna leeg, maar er zitten nog echt een paar hele leuke dingen bij. Zit er een heel klein, subtiel, schattig zakje in met theelichtjes. Ik heb altijd heel veel kaarsen aan, dus die komen altijd goed van pas. Ik vind het ook echt een heel leuk zakje. Vroeger als je dingen bij een sieradenwinkeltje kocht, dan kreeg je ook zo'n zakje eromheen. En die bewaarden mijn moeder en mijn zus altijd. En als je dan een keer een cadeautje voor iemand hebt, kun je het in zo'n zakje doen. Dat is echt heel erg leuk. Dus deze. En wat er als laatste in zit, dat moet ik even wat beter gaan uitpakken. Dus ik moet wel even een mesje er weer bij gaan pakken. Dat is Pup eigenlijk aan doen.
Oh, ben je lekker aan het slapen, meisje? Oké, dat is gelukt. Het is namelijk dit. En dit is volgens mij een soort van kaarsenhouder. En hij is rosé goud. Dit vind ik wel echt super tof. Ik hou van rosé goud. Kijk hoe mooi. Oh my god. En daarom heb je waarschijnlijk dus ook die kaarsjes erbij gekregen. Zodat je die erin kan doen. Maar hij is wel echt helemaal goed verpakt. Dus hij kon niet kapot. Ik ga hem even rustig uitpakken. Oh, deze staat echt wel heel erg mooi. Ik denk dat ik deze nu even op de salontafel ga zetten. Nou, ook weer eens een keer iets nieuws neer te zetten. Tadaa! Maar ik heb er dus twee. Dit is een kleinere versie. En ik heb dus ook nog een versie groter. Het is precies hetzelfde, maar super leuk om bij elkaar te zetten. Eigenlijk zou iedereen een kerstpakket, die zeg maar geen kerstpakket krijgt, gewoon een klein kerstpakket voor zichzelf moeten kopen. Ik had eigenlijk als afspraak samen met mijn moeder een kerstpakket voor elkaar te gaan maken. Omdat mijn moeder is ook zelfstandig ondernemer, zij is pedicure. Ja, toen dachten we van joh, weet je, anders geven wij elkaar gewoon een kerstpakket. Maar dat is er helaas niet meer van gekomen. Dus toen heb ik zelf maar een kerstpakket gekocht. En kijk, en deze. Dit is dan het verschil. Dit kun je dan heel gezellig naast elkaar zetten. Super leuk. En dan was dit mijn kerstpakket. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het zelf in ieder geval super leuk om dit te unboxen voor jullie. Het klinkt misschien een beetje scheef om een kerstpakket voor jezelf te kopen. Maar ja, als niemand het doet, dan moet je het gewoon lekker zelf doen. Ik word hier gewoon heel erg blij van. En ik vind dat dit de feestdagen altijd heel erg versterkt. En er zitten hier zoveel lekkere dingen in. Ik durf niet meer te zeggen hoe duur dit kerstpakket was. Ik dacht echt dat die €1,40 was of zo. Moet je nagaan wat je basis allemaal betaalt. Als je in de supermarkt werkt, hoeveel kerstpakketten en zo. En ik ben heel erg benieuwd of jij dit jaar een kerstpakket hebt gekregen. En wat voor een kerstpakket? Wat zat daar onder andere allemaal in? En was het zoals ik echt een hapjeskerstpakket? Of heb je echt een ontbijtkerstpakket? Of heb je een cadeaubon gekregen voor bijvoorbeeld een parfumeriezaak of om naar de bioscoop te gaan? Let me know, want ik vind het echt super interessant en leuk om te weten. Daar, dan was dit mijn video voor jullie. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet ook niet mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei doei!